Voor de derde keer op rij heeft een student van de Hogeschool Zeeland de Echo Award binnengesleept. Een landelijke prijs voor talentvolle allochtone studenten. Agon Shala kwam als 13-jarige jongen als vluchteling van Kosovo naar Nederland en was analfabeet. Toen gisteren bekend werd dat ik de winnaar was, toen kwam er heel wat emotie voor bij mij los, want ik kon het gewoon niet geloven. Het is geweldig. Ik mag 7 weken naar LA naar een sommercourse doen aan de derde beste universiteit van Amerika. Agon zijn droombaan is een topfunctie bekleden binnen een multinational. Het is een mooie doel. En ik ben gebrand om dat te bereiken.